We laten eigenlijk toe om bijvoorbeeld een vastgoedpromotor, je kunt volledig door een appartement gaan lopen, het project zien. Een concessiehouder van wagens kan een wagen gaan tonen, je kunt de kleuren gaan aanpassen, je kunt de velgen gaan aanpassen, zodat de klant effectief gaat weten wat ze gaan kopen. We maken het eigenlijk tastbaar, zonder dat iedere versie van die wagen er effectief moet gaan staan. We maken het eigenlijk tastbaar voor dingen die niet bestaan, om die eigenlijk te gaan verkopen. The next big step is ons nieuwe platform gaan lanceren, finaliseren. Er komt een kapitaalsronde aan, want we moeten natuurlijk die groei, we hebben tot nu toe altijd kunnen groeien en project en de softwarekant gaan combineren. Nu moeten we natuurlijk die volgende stappen gaan nemen. En dan internationale groei en een absolute grote groei in mensen dat we eigenlijk aanvaarden. We moeten een hele grote stap maken. In eerste plaats moeten we gaan kijken om zoveel mogelijk te automatiseren. De opvolging, de rapportering, de juiste mensen op de juiste plaats gaan brengen. En gaan kijken van ja, hoe kunnen we ook de beste bedrijfscultuur gaan creëren. Want dat is natuurlijk in een rappe groei wordt het soms wat vergeten. Dat zijn eigenlijk echt wel die uitdagingen dat we gaan moeten aanpakken.